Een onderdeel wat veel van jullie lastig vinden. Mijn tip is, schrijf hier mee. Zet hem stop, schrijf mee en doe dit actief mee, dit filmpje. Daar leer je het van. Want dan gaan we eigenlijk samen op zoek, zeg maar. Nou, ik ga steeds stukjes eronder schrijven. Ik haal dat weg daarna. Maar je hoeft er geen foto's van te maken, want de uitwerkingen van mezelf, dus niet alleen uit het boek, maar ook van mezelf, die staan gewoon op Classroom. Dus je hoeft er geen foto's van te maken. Dat scheelt weer. Hè? Nou, daar gaan we. Maar als het goed is, staat zo meteen ook goed in je schrift. Daar gaan we. Bij zo'n vraag ga je eerst kijken, wat zie je allemaal? Nou, je ziet hier die gelijke benen. En bij gelijke benen horen nu eenmaal gelijke voeten. Dus je weet al dat deze twee hoeken aan elkaar gelijk zijn. Nou, wat zien we dan nog meer? Hier zie je een rechte hoek. Ja, maar als deze hoek recht is, dan is die andere hoek het ook. Die is dan ook recht. Nou, en daar kun je een heleboel mee. Nou, hoek A2 is 20 graden. Dat is deze. Nou, ga uit van driehoeken. Ik heb jullie al vaker verteld, kijk eerst altijd naar de buitenkant. Heb je aan de buitenkant, heb je daar alle hoeken? Of heb je er twee? Want als je twee hebt, kun je de derde berekenen. Dan ga ik hier kijken. Nee, heb ik niet. Nee, dus dat is geen optie. Ga dan toch door met driehoeken zoeken. Dan zie ik hier een driehoek. Ja, daarvan heb ik een hoek van 20 graden. Ik heb een hoek van 90 graden. Aha, hoek C is in ieder geval te berekenen. Dat is voor strakjes. Dan kijk ik naar deze. Hier zit ook een driehoek. Dus ik kan A1 gewoon berekenen. Want deze is 90, die is 75. En dan kun je A1 berekenen. Nou, dat is hoe je van tevoren gaat kijken. Dan ga je kijken, oké, hoek A1. Stel je voor, je had het nog niet ontdekt. Dan kleur je hem een stukje in. Dus je kan deze gewoon printen, hè? Kleur, of overtekenen. Dan kleur je hem een stukje in en denk je, oké, dit is de hoek. In welke driehoek zit hij? In deze driehoek. Nou, en dan ga je gewoon rekenen. Dus dan krijg je, even kijken hoor. Hoek A1. Eerst de hoek die je gaat uitrekenen. Dan het sommetje wat je doet. Min 90 graden. Min 75 graden. Is 15 graden. En dan zet je achter hoekensom driehoek. Dan gaan we verder. Dan gaan we verder met hoek E1. Hoek E1 kun je niet in één keer berekenen. Dat gaat niet. Dat is geen doen. Nou, hoe doe je het dan? Dan ga je gewoon eerst kijken op het zee naar wat heb ik ervoor nodig om die uit te kunnen rekenen. Nou, het gaat nu om hoek E1. Deze hoek willen ze weten. Nou, het kan als je hoek E2 hebt, maar ja, dan moet je eerst C2 hebben. Die moet ik straks toch uitrekenen. Dus dat kan je gebruiken. Je kunt ook zeggen, ja, maar E1 kan ik ook uitrekenen omdat die in een driehoek zit. Dat vinden de meesten van jullie fijner. En dan hoef je alleen maar C1 te hebben. Maar die had je eigenlijk, want weet je nog, deze twee hoeken waren elkaar gelijk. Dus dat is mijn advies. Gebruik dat die twee hoeken aan elkaar gelijk zijn. En dat je met die driehoek gaat rekenen. Nou, ik moet dat even netjes inkleuren, want dit ziet er natuurlijk niet uit. Zo. Ik ga het even proberen om netjes te doen. Kijk. Deze driehoek gaan we uitrekenen. Die hoeken zijn even groot. Waarom? Dit zijn gelijke benen bij gelijke benen, gelijke voeten. Ga ik opschrijven. Hoek E1. Ja, en ik mag niet schrijven is gelijk aan, want ik ga eerst iets anders doen. Dus ja, wat schrijf je dan? Want je wil wel aangeven dat je met hoek E1 bezig bent. Bijvoorbeeld zo streepjes eronder en je gaat verder. Of je zet een dubbele punt ook nog erachter. Nou, dan ga je opschrijven welke hoek je eerst nodig hebt. Nou ja, we hadden net ontdekt samen hoek C1. Hè? Hoek C1 is. Hij is even groot als hoek A2 is 20 graden. En bedenk nu zelf even wat moet ik erachter zetten. Dat heb je gebruikt, de basishoeken. Dus dat zet je erachter, basishoek. Nu kun je hoek E1 uitrekenen. Bedenk eens even zelf hoe hoek E1 is. Die kun je dus uitrekenen met hoekensom driehoek. Want die zit dus in die driehoek. En dat is altijd weer 180 min 20 min 20 is 140 graden. En dan zet je weer bij hoekensom driehoek. Nu heb ik al twee van de gevraagde hoeken. Nu moet ik nog één hoek. En dat is hoek C2. Nou, wat ik nu ga doen. Ik ga eventjes alles wissen, want dan is het voor jullie duidelijker te zien.
Waar was ik gebleven? Deze had ik gevonden. Die was 140. Deze was 15 graden. Zo. En deze was ook 20. En dan heb ik ze allemaal erbij gezet. Nou, nu moet je C2 weten. Dat is deze hoek. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt zeggen, ik reken eerst E2 uit en dan gebruik ik deze driehoek. He, dus eerst E2 met de gestrekte hoek. En dan gebruik ik die driehoek. Je kunt ook zeggen, ik reken eerst heel hoek C uit en dan haal ik die 20 graden ervan af. He, want die had ik al gevonden. Dat kan ook. Dat zijn eigenlijk de twee manieren waarop je het kunt doen. Nou, ik denk dat jullie het fijner vinden om dat met die driehoek te doen. Maar ik wil het eigenlijk ook ja, een keertje laten zien met de gestrekte hoek. Dus ik kies toch voor een andere manier. Ik denk dat jullie het fijner vinden gewoon twee keer een driehoek. Maar ik ga het laten zien met deze manier. Want dit is een manier die best belangrijk is. En die niet vaak aan bod komt nog. Maar die wel in de toets kan zitten. Kijk. Zo heb je een gestrekte hoek. Dit was hoek 1, dit was hoek 2. Als je nu deze hoek hebt, die heb ik 140, dan kun je dus die hoek E2 uitrekenen. Ja, hoe doe je dat nu? Nou, je weet, met z'n tweetjes zijn ze 180. Als ze met z'n tweetjes 180 graden zijn, dan kun je die hoek 2 uitrekenen om te zeggen, ja, deze heeft 140 in gebruik. Als die de 40 heeft, dan hebben ze samen 180. Nou, hoe schrijf je dat nu op? Nou, je schrijft eerst op dat je hoek C2 gaat berekenen. Maar niet is zetten, want het kan niet in één stapje. Of één stap. Stapje klinkt zo kinderachtig. Nou, dan gaan we eens eventjes kijken. Hoe groot is hoek C2? Deze was 140. Dus dan krijg je hoek E2 is 180. Het sommetje opschrijven. Min die 140 graden is 40 graden. En zo heb je dan hoek E2 uitgerekend. Nu kun je verder gaan rekenen. Als we nu verder gaan, dan zie je, aha, deze is 40, deze is 90, dan kan je, oh, ik vergeet wel jongens, een gestrekte hoek. Nou, en nu ga ik gebruiken dat die in een driehoek zit. Deze, oh. Zo, hij zit in een driehoek, namelijk in deze driehoek zit hij. Daar zit die gevraagde hoek C2. Deze hoek heb ik inmiddels, die hebben we, die hadden we al. Dus gaan we gewoon weer aan de slag. Hoek C2 is gelijk aan, nou dan gaan we 180 graden min 40 graden min 90 graden is 50 graden. En daar zet je achterhoekensom driehoek. En dan ben je klaar. Nou, hoe had het ook gekund? Wat je ook had kunnen doen, was dat je gebruikt, deze is 75, deze is 20 plus 15, dus deze is 35. Dan kun je heel hoek C uitrekenen. Want dat doe je 180 min 110, dus de heel die hoek is 70. Nou, deze had er 20 in gebruik, hou er 50 over. Dit ging een beetje snel, maar die andere manier was ook voldoende. Heb je hier nog vragen over, moet ik me gewoon even een vraag eventjes over stellen. Als ik hier nog achteraan ga, dan wordt het filmpje te lang. Dat was hem.